Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Veel bewolking boven Nederland. En uit die bewolking regent het van tijd tot tijd. Maar er zit een achterkant aan die wolkenlijn. En die achterkant ligt nu min of meer tegen de Nederlandse kust aan. En eh, uit die achterkant, ja, dan begint het langzaamaan ook wat droger te worden. Maar dan valt in eerste instantie nog wel wat regen. En het is ook niet helemaal droog achter die eh, begrenzing. Maar het begint wel wat op te klaren. En die opklaringen breiden zich dan de komende uren geleidelijk over het land uit. Maar goed, helemaal droog is het niet. Er kan ook een bui vallen. En het is niet uitgesloten dat er een keer wat, wat winterse neerslag bij zit. in de vorm van wat hagel of wat natte sneeuw. Rustigere periodes, maar het is wel een komen en gaan van. En dat betekent dat we toch wat onstandvastig weer hebben voor de eerste uh, uren, de eerste dagen die gaan komen. Vanavond breiden opklaringen zich uit. Kans op een enkele bui, misschien met wat onweer, later ook wat hagel, natte sneeuw, niet uitgesloten temperaturen 2 tot 4 graden. In de nacht gaat het kwik wat verder dalen, ligt dan dicht boven het vriespunt. En als er dan zo'n winterse bui valt, ja, dan kan het natuurlijk best eventjes glad worden. Morgen overdag buiten de bui om 4 tot 6 graden. In de ochtend is het meest droog, met van tijd tot tijd zon. In de middag wat vaker een bui. Onweerskans blijft, hagelkans ook, en natte sneeuw idem dito. En eigenlijk komt daar de eerste dagen ook weinig verandering in, de vrijdag en de zaterdag in elk geval niet. Zondag is de kans op droog weer groter. En in deze periode hebben we temperaturen van ongeveer een graad of vijf. Misschien dat het vrijdag net een graadje zachter is. Die temperaturen gaan daarna wel wat verder omlaag en komen zo rond of net iets boven het vriespunt te liggen. Als we het hebben over de daglichtperiode, de kans op vorst in de nacht neemt wel duidelijk toe. Of dit nou ook echt een winterse periode gaat worden, dat moeten we nog eventjes afwachten. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl